Het is toch ook zo, bijvoorbeeld als u blind of doof of iets niet kan voelen, dan hebt u toch een ander zintuig dat veel beter werkt? Dat is wel zo. Kijk, ik moet zeggen, geluid, het is niet zo dat het veel scherper gaat. Ze mochten van alles vragen over hoe het nou precies werkt als je niks kunt zien. Een groep jonge wijspers van de Cors Breijerschool bezochten vandaag Simon Dogger. Simon werd 2 jaar geleden blind en vertelde vandaag aan de schoolklas welke gevolgen dat voor hem heeft. Verder staat alles op zijn plek, dus dat is een deel van mijn strategie. Strategie is heel belangrijk. Dus het maken van gestructureerde, goed overdachte plekken waar dingen staan. Om de schoolklas zelf te laten merken hoe het nou is om niks te kunnen zien, mochten de kinderen geblinddoekt door het huis van de weesper lopen en alledaagse dingen proberen. Ja, goed zo, nu schrijf ik. Hoe ik dat moet doen, maar... Ja. Maar de onderkant, okay, die kraag ze niet omhoog. Doe het er maar in. Laat haar zelf maar voelen. Je kunt ook een beetje horen, hè? Nu zeker. Ja. Nu zeker. Naast dat de schoolklas het erg leuk vond om rond te lopen met Simon, moeten ze er ook wat van leren. Wat breder inzicht in kleine dingetjes. Ze wisten al een hoop toen ze hier kwamen, maar bijvoorbeeld de computer, hoe dat werkt. Hoe ik gestructureerd mijn spullen ergens neerzet en weer kan terugvinden. Wat dieper inzicht in het leven der blinden. Nou, het belangrijke is dat de kinderen ook weten dat het ook niet allemaal vanzelfsprekend is. En dat er ook mensen zijn met een visuele beperking en hoe hun door het leven gaan. En voor kinderen, de vragen die ze dan stellen, die zijn dan ook zo leuk. Die praktische vragen van hoe schenk je koffie in en hoe ga je naar de toilet en hoe poets je je tanden. En dat is voor kinderen vanuit van heel vanzelfsprekend. En het is gewoon heel leuk om te zien als je dus, om voor de kinderen te kijken hoe dat is om niet te kunnen zien. Thank you.